Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nathalie voor de mensen die me nog niet kennen. Ben je hier nieuw op mijn kanaal en hou je van fashion, beauty, lifestyle en girls chats? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. Ja ladies, het is alweer een tijd geleden dat ik een girls chat video heb opgenomen. Ik heb maar in totaal 2 girls chat video's opgenomen. En ja, ik vond het toen de tijd heel erg leuk om te doen. En ik dacht, het is weer de hoogste tijd om het weer te doen. De laatste keer dat ik een girls chat video heb opgenomen is geweest in november, dacht ik. Ja, november 2022. Dus het is erg lang geleden. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst gelijk met de deur in huis vallen. En ik heb eigenlijk een soort van huishoudelijke mededeling. En dat is dat mijn YouTube kanaal is demonetized. Ja, jullie horen het goed. Mijn YouTube kanaal is demonetized. En hoe komt dat? Nou, zoals jullie weten, om een YouTube kanaal monetized te krijgen, heb je 1000 abonnees nodig en 4000 kijkuren. Nou, dat had ik in, volgens mij, november had ik dat gewoon keurig netjes behaald. In november 2022. Ik ben gestart in 2021. En jullie weten, normaal gesproken kun je dan de reclame aanzetten op je video. En ja, dat was ik ook wel van plan om te doen. Kwam er alleen nog niet van. Ik denk, dat doe ik wel in begin 2023. Dus ja, jullie weten wat voor jaar 2023 voor mij is geweest. Ik heb zo nu en dan wel geüpload. Dus laten we zeggen, vanaf februari tot en met mei, denk ik, heb ik zo nu en dan geüpload. Maar op een gegeven moment trok ik dat niet meer. Dus moest ik even pauze nemen. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik gaat het wel weer oppakken in december. Eind november, begin december. Dus ja, ik moest natuurlijk weer eventjes van de situatie bijkomen. En toen heb ik mezelf gegeven tot 1 december. Nadat ik terugkwam van Dubai, heb ik content opgenomen om dat te gaan uploaden in december. Maar goed, wat gebeurde er toen? Ik had dus de intentie om het 1 december mijn video weer te gaan uploaden na lange tijd. En toen kreeg ik, eind november kreeg ik een mailtje van YouTube. En daarin stond van, ja, dat ik een bepaalde drempel niet had gehaald voor het hele jaar. En dat ze het contract wilden ontbinden. En dat ik daardoor demonetized werd en geen reclame in mijn video's meer kon plaatsen. Nou ja, die kans had ik nog niet eens gehad. Dus toen kreeg ik wel even de schrik van mijn leven. Dus ik denk, shit, weet je, waar ik al die tijd zo hard voor gewerkt heb, dat is weer in één klap weg. Ik had zoiets van, nou, als de sodemieters uploaden. Nou, dat was dus 1 december. Dus ik dacht van, ik hoop dat ik nog door het oog van de naald kruip. En wat ik dacht dat ze bedoelde van, als je binnen nu en 30 dagen niet upload, dan beëindigen we het contract. Dus ja, ik had geüpload, maar het ging waarschijnlijk om een bepaalde drempel die je moest halen. Maar ik hoopte dus echt dat ik door het oog van de naald zou kruipen. Maar goed, per 1 januari van 2024, toen keek ik toevallig in mijn YouTube Studio app. En toen zag ik dus dat het er helemaal anders uitzag en dat ze me hadden demonetized. En ik baalde echt als een stekker. Want ik denk van, och, kan je weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, op een gegeven moment, ja, heb ik me er maar gewoon snel bij neergelegd. Want ja, kijk, dit soort tegenslagen heb je ook in het leven. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik laat me niet gek maken. We gaan gewoon weer voor die 4000 kijkuren. Ja, ik ga er gewoon voor. Kijk, een voordeel is natuurlijk, als je content maken puur maakt omdat je er geld mee wil verdienen. Alleen daarom, dan hou je het niet vol. Dan denk je, dan kan je net zo gelijk de handdoek in de ring gooien. Maar het is omdat ik content maken leuk vind. En dat is natuurlijk ook een mooie bijkomstigheid. Als je het leuk vindt en je hebt plezier in, dan komt de rest vanzelf wel. Dus dan weten jullie dat. Het is wel heel vervelend. Maar goed, inderdaad, er zijn ergere dingen op de wereld. Ik heb gewoon gerelativeerd. Ik denk, ik heb me erbij neergelegd. En ik denk, we gaan gewoon weer knallen. Dus dat gezegd hebbende, de girls chat. En voordat ik deze girls chat ga beginnen met jullie, wil ik jullie vragen om iets lekkers te pakken. Iets te knabbelen. Iets te knagen. Iets te drinken. En dan kunnen we gaan beginnen met die girls chat. Want ik heb in ieder geval een overheerlijke rode glas wijn. En ik proost op mijn abonnees en mijn kijkers. Proost. Dus nogmaals, pak jullie wat lekkers te eten en te drinken. En dan gaan we nu beginnen met de girls chat video. Heerlijk. Ja, girls. Dus, ik denk, laten we het even hierover hebben.
Voordat ik ga naar het onderwerp wat helemaal viral is gegaan op TikTok de afgelopen 2-3 weken. Dus ik denk, laat me het heel even hebben over mijn dating life. Jullie weten precies niks van mijn dating life. Ik ben daar ook niet echt heel open over. Ik heb schoolgaande kinderen, dus ik kijk een beetje uit met wat ik zeg. Maar sommige dingen ga ik toch wel even zeggen. En dat moet gewoon kunnen, dat kan gewoon. Maar goed, mijn dating life. Mijn dating life. Kijk, ik ben nu ongeveer 10 jaar vrijgezel. En dat is een hele lange tijd. En ongeveer 10 jaar geleden, toen ik vrijgezel werd, toen begon ik na een jaar met daten. Nou, om te beginnen. Ik had eerst een relatie van 11 jaar. Ik ben altijd van de langdurige relaties geweest. Maar eerst was het een relatie van 11 jaar. En daarna had ik een relatie van 10 jaar. Nou, deze relaties zijn verbroken door overspel. Ik ben gewoon belazerd. Dus ja, dan kom je natuurlijk echt van een koude kermis thuis. Je moet het verwerken. En vervolgens, ja, toen ik daarachter kwam, heb ik gewoon de stekker eruit getrokken. Ik denk, hier ga ik niet aan meedoen. Dus ik heb mijn eigen plan getrokken. Ik heb mijn eigen huis gekocht. Ik ben met mijn twee kinderen hier komen wonen. En we leefden nog lang en gelukkig met z'n drietjes. Maar goed, na een jaar vrijgezel te zijn geweest, dacht ik van, zit je alleen op de bank te zappen, weet je wel? Dan denk ik van, is dit het nou? Weet je, dus ik dacht bij mezelf op aanraden toen van een collega, van ja, waarom ga je geen Tinder downloaden? Oké, dus ik Tinder downloaden en swipen. Nou, vriendinnen die weten, hè, die weten hoe ik heb gedate. Nou, die weten dat ik heb gedate alsof mijn leven ervan afhing. Ik dacht bij mezelf, ik wil niet alleen achterblijven. Ik wil niet alleen zijn. En ik dacht toen op een gegeven moment van, nou weet je, let's give it a try. Ik ga gewoon daten, je gaat afspreken. Maar lang verhaal kort. Na alle dates die ik heb gehad in 2 jaar tijd. Ik heb ongeveer 1,5 à 2 jaar heb ik gedate. Alle dates die ik heb gehad was geen succes. Eigenlijk zodanig geen succes dat de honden er geen brood van lusten. Want waar het op neerkomt, dat is mijn ervaring. Voordat ik dat zeg, even een disclaimer. Ik wil niet zeggen dat alle mannen slecht zijn, want je hebt een hoop goede mannen ook. Maar de mannen die gebruik maken van dating apps en dating sites. Wat mijn ervaring is, die komen daar voor één ding. Dat is een booty call. Ze willen gewoon even van bil gaan, heel netjes gezegd. En verder, ja, boeit het ze niet. Ze hoeven je niet te leren kennen, weet je. Het is even leuk, weet je wel. En eventjes een drankje doen samen. En dan ga je met diegene mee naar huis. Je gaat van bil en het is klaar. En dan zie je diegene nooit meer. Kijk, dat is niet voor mij gemaakt. Ik hou daar niet van. Ik ben gewoon old school. Ik hou er gewoon van, hè, om iemand te leren kennen. En goed te leren kennen. Een jaar te gaan daten. Niet zomaar iemand. Mijn kinderen hebben nooit een andere man gezien trouwens. Maar ik ben altijd van dit standpunt uitgegaan. Laat me eerst iemand een jaar leren kennen, een jaar daten, voordat ik iemand introduceer aan mijn kinderen. Zover is het nooit gekomen. Want ik had al gewoon op een gegeven moment heel snel door van, nee, dit gaat hem niet worden. Want die is volgens mij alleen maar op één ding uit. Dus ik ben daar eigenlijk, ja, ik heb wat teleurstellingen ook te verwerken gehad wat daten betreft. Weet je, dat ik echt dacht van, jezus, weet je wel. Word je weer belazerd, weet je. Ben je weer niet de enige. Doen ze eerst geloven dat ze je leuk vinden, maar uiteindelijk draait het toch maar op één ding, weet je. Dus dat soort dingen, daar was ik op een gegeven moment echt heel snel klaar mee. Er zullen, hè, wel vrouwen zijn die, want die zijn er, die bijvoorbeeld een relatie hebben of een huwelijk hebben door middel van Tinder of een dating site. Ja, ik heb hem leren kennen via een dating site. Het bestaat, maar het is echt een kleine percentage. En ja, ik heb op een gegeven moment heb ik ook voor mezelf de conclusie getrokken van, ja, ik zie nog eerder een UFO landen dan dat ik een man leer kennen via een dating site. En ik ben meer van dat spontane, weet je wel, liever dat je gewoon, ik noem maar wat, hè, dat je ergens uitgenodigd wordt op een verjaardagsfeestje en je leert iemand kennen en je hebt er een klik mee, je hebt er de hele avond mee gelachen en op een gegeven moment wordt er tegen gezegd van, goh, lijkt het je leuk om een keer of samen wat te gaan drinken. Ja, dan vind ik het op een leuke, spontane manier gebeuren, weet je wel. En dan ligt het er niet zo dik bovenop. Maar ja, vaak met die dating sites is het gewoon een vleeskeuring. En ik hou er gewoon niet meer van. Ik heb het geprobeerd. En ik weet ook nu dat die dating app en dating sites zijn gewoon een hele grote vijver. Of eigenlijk meer een oceaan voor narcisten. Voor, ja,
pathologische leugenaars, mannen die je gewoon voor de gek houden, getrouwde mannen die je er ook op hebt zitten. Zelf een keer meegemaakt dat je denkt van, goh, wat een leuke match, weet je. Ben je daar gewoon gezellig mee aan het kletsen. En je denkt van, goh, leuk. En uiteindelijk heb ik wel een keer meegemaakt dat die man wel zo eerlijk was om te zeggen van, ja, ik wil je wel... We zitten zo leuk met elkaar te praten, maar ik wil wel zeggen dat ik wel getrouwd ben. Maar ja, we zijn nog bij elkaar voor de kinderen. Nou, ik laat je niet meer uitpraten, hè. Gelijk, bam, je gaat gelijk weg. Sorry. Want ik ben er gewoon niet van gediend. Weet je, ik vind ook getrouwde mannen zitten ook op die troep. Ik hou er gewoon niet van. Dus ja, kijk, als er vrouwen zijn die door middel van een dating site een relatie hebben en jullie zijn nog steeds gelukkig samen. Echt waar. Weet je, dan denk ik geweldig. Weet je, dat het kan, vind ik geweldig. Maar het is vrij zeldzaam. En ik heb ook wel eens gesprekken gehad met een vriendin van mij. Die weet dat ik voor mijn leven heb gedate. En zij deed op een gegeven moment zo'n grappige uitspraak. En dan zaten we over mannen te praten, over daten te praten. En toen zei ze zo van, ja, maar ja, je kan het eigenlijk vergelijken met gewoon een grote parkeerplaats die vol is. Weet je, en je blijft maar rondjes rijden en rondjes rijden in de hoop dat er een parkeerplek vrijkomt. Maar wat is alleen vrij? Alleen die invalide plekken zijn vrij. Maar daar mag je niet staan, op die invalide plekken. Als je daarop gaat staan, dan loopt het niet goed met je af. Nou, en zo is het dus ook met dating sites. Want die goede mannen, die mannen die wel normaal kunnen doen en die wel, ja, gewoon normaal functioneren, als het ware, die zijn bezet. Die hebben al een gezin, die hebben al een vrouw. En ja, nou, daarom zijn die dating apps en die dating sites zijn de perfecte plek voor pathologische leugenaars en narcisten. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon echt voor mezelf besloten, ik doe er niet meer aan mee. Het moet gewoon spontaan. Of het komt niet, weet je. Het is gewoon heel lastig. En ik weet ook wel, je moet er meer op uitgaan. En dat helpt natuurlijk ook wel. Want zo iemand komt niet aanbellen natuurlijk van, hé, ik ben op zoek naar jou. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Je moet erop uit. Ja, dat is wel gewoon de manier om mensen te leren kennen. Maar goed, doordat dus mijn vriendin dus zei van, ja, daten is net als een grote parkeerplaats die vol is. Alleen de invalide plekken zijn over. Ja, die kom je daar tegen op die dating sites. En dat is dan ook gelijk dat bruggetje naar die TikToker die viraal is gegaan. Theresa Johnson. En Theresa Johnson die staat als het ware op TikTok als Risa Tisa. Ik moet van tevoren wel vertellen dat zij heeft op TikTok haar verhaal vertelt hoe ze haar man, haar ex-man, heeft ontmoet. En ja, dat het gewoon een complete vergissing was. En dat het gewoon een pathologische leugenaar is en een narcist. Zij vertelt het zo gedetailleerd hoe alles is gebeurd. Maar extreem gedetailleerd. Maar ik moet ook wel vertellen, de manier waarop ze het vertelt is echt gewoon chapeau. Ze weet de kijker zo, als het ware, aan de telefoon gekluisterd te laten, dat je die 50 afleveringen, heeft ze gemaakt, 50 keer 10 minuten, is bijna 8 uur lang, wist ze de kijker echt vast te houden. En dat vind ik gewoon echt heel erg knap. Ik heb afgelopen weekend, heb ik tijdens boodschappen halen, autorijden, de was doen, de was ophangen, de was opvouwen, koken. Iedere dag een beetje. Ook zelfs onder het schoonmaken van de badkamer, whatever. Zet ik het aan en luister ik naar haar verhaal. Want je hebt namelijk ook kampen. De ene kamp gelooft haar niet. Want die denkt echt bij zichzelf van, ja, je verhaal klopt niet helemaal. En de andere kamp gelooft haar wel. Maar doordat ik alle 50 afleveringen goed beluisterd heb, toen dacht ik bij mezelf, nee, dit is geen cap. Dit is gewoon de waarheid wat ze vertelt. Ze kan het heel goed vertellen. Ze vertelt het echt heel erg goed hoe zij een pathologische leugenaar en narcist via een dating site heeft ontmoet. Ja, ladies, omdat haar verhaal te lang is, geef ik jullie hierbij haar samenvatting. Okay, so things that my pathologically lying ex-husband lied about. Backstory. I'm going to try to get as much of this as I can into this video because I hate when people say follow for part two, but I'm going to try. All right. Backstory number one. We met in March of 2020.
Georgia got shut down, locked down 2.5 weeks later. We got married January of 2021 and we were divorced August of 2021. So keep in mind that this story is spanning March of 2020 until about June of 2021, because I kicked him out the house on his birthday. So we met online, Facebook dating and Hinge. I will never do online dating again, but that is where I met him. My tire blew on 285 just before Boulder Crest, on my way to our first date. Clearly that was a sign. I didn't listen, but my tire blew and he met me at a gas station. We were supposed to be meeting at Cheesecake Factory, but because the tire blew, he met me at a gas station, fixed my tire, then took me to go get another tire, paid for it. And I just thought, oh my God, this is the beginning of a beautiful romantic story. Boy, was I wrong. So, things he lied about. Every morning he would get on the phone with his brother. We'll call his brother John. He would get on the phone with John and he would be like, hey, babe, John said good morning. And I'm in the bathroom doing my hair because I still had to go to work at this time. And so I would just say, hey, John, you know, call out, hey, John. And, you know, he would relay back and forth what I said to John, what John said to me. I never actually talked to John on the phone. And so he would be like, you know, I can't wait for COVID to be over. Me and my girl, we're going to come see y'all. I can't wait for Auntie to meet her. Side note, his parents were deceased. Are deceased, excuse me. So he was like, I can't wait for you guys to meet her. Like, I know I'm gonna marry her. I know it. He said everything I wanted to hear. Love bombing 101. This man wrote the book. So he talked to his brother every day. He talked to his friends every day in front of me. He would be on the phone laughing, cutting up, you know, cracking jokes, telling them, hey, she said, hey, you know, just having conversation like a normal conversation. I didn't think anything of it. It wasn't until he got kicked out of my house in June of 2021 that I found out every single phone call was made up. He was never on the phone. I don't know. Those of you who are watching, you're probably like, there's no way. Listen to what I'm saying. Everything I'm telling you can be verified. Every single phone call he ever had was made up. The phone calls where he called to pay his car off, made up. The phone call to the realtor when we were looking at houses, made up. The phone call to the bank for them to release the money for the house that he signed his name for, made up. Every phone call was made up. His brother, every day, he and his brother had not spoken since 2015 when his mother died. I found that out later on. He made up every phone call. He had no friends, but yet every phone call would be my friend this, my friend that. The second lie, his job. He told me when I first met him out the gate that he was a VP at his company. He had been transferred from California to Georgia and he was in the process of, you know, getting himself settled. He was looking to buy a house. His job was VP of a major condiment company. I won't say the name because I don't want to get sued. But he said that his job was VP at that company. It is fair to note he paid every bill. He paid all the bills. He gave me spending money. Like, even though we were quarantined, locked down in my little townhouse, again, the story was always he's trying to buy a house. So when we got together, it was, we need to buy a house together. Like, this is forever. We're going to have a family. Let's go ahead and find a house. So the lie was, is that he was a VP at his company. And he maintained that lie every day. Truth is, he was a temp. He called me from work all the time. I may have to make a different video to explain how he was able to lie with the work stuff. So he would call me and he would pretend to reprimand employees who couldn't see that he had a Bluetooth thing in his ear. He would pretend to reprimand them in front of me.
he would pretend to take phone calls from the company president who needed his help on something. He forged emails that he showed me from the company president asking him, you know, we need to get this up and running. We need to do this project. We need to do that. It is scary how brilliant he was and how much energy he put into the lie. But he was a temp. He was a temp forklift driver. There's nothing wrong with a forklift driver. But he was pretending to be a VP. Third lie, housing. He told me he was looking to buy a house. We got together and we started looking at houses. I found a beautiful 5-bedroom, 6-bath house in Smyrna, Georgia that was gorgeous. It was brand new construction build. And I love the house. The house was listed for $699,000. He showed me paperwork from Chase Bank saying that he was approved for a mortgage for $750,000. Yeah. I watched as he put in an all cash offer on this $699,000 house. I watched him sign his name to a legally binding document for an all cash offer. The reason why the house fell through was because the builder did not want to finish the basement. We were requesting that the basement get finished. He did not want to, so he declined our offer and took the offer of another couple who didn't need the basement finished. That's the only reason why that house fell through. I see now where God's grace protected me, because, well, it really protected him, because legally I was not his wife, so I was not on the mortgage for that home. So third lie had to do with housing. Fourth lie had to do with baby. So I got pregnant, lost the baby. I was sad at the time. I am not anymore. But lost the baby, had to have a DNC. When I was in the hospital, the doctor called him to let him know, you know, she'll be discharged. Because again, this is COVID, so you could not go in the hospital at the time when I had the surgery. So the doctor called him and said, you know, she's going to be released in an hour and a half. He pretended to be his own executive assistant. And so he said, you know, Mr. James is in a board meeting, but I'm his executive assistant, David. How can I help you? You can let me know what's going on. Obviously, the doctor wouldn't do that. So she just said, you know, please let him know that Miss So-and-so will be ready for pickup in an hour and a half. He told the doctor he's in a board meeting until about for about another 30 minutes, and then he'll be on his way. I should have only been in the hospital for an hour and a half. I was there for 3 hours. Because again, he was a temp forklift driver, so he couldn't get off work. But I didn't know that at the time. So those are just some of the things that my pathological lying ex-husband did. There's so much more. I have severe PTSD. And I know it's my fault. I know that I did not trust myself. I did not pay attention to the United Nations of red flags. I did not pray. And I am paying the consequences for that. So there's nothing anyone can say to me, girl, you was dumb. I was desperate. I wanted to be married. I wanted a family. And I thought it was my turn. And instead, I got pulled into something my brain could not even comprehend. And guess what, guys? What I just told you is only 5% of the story. 8 uur lang is te lang. Ze heeft het zodanig gedetailleerd verteld. Ja, dat ik natuurlijk dat niet helemaal na kan doen. Daardoor kan ik gewoon wel tegen jullie zeggen, het is het kijken en luisteren waard. Dus het is niet zo dat je gewoon met je telefoon in je hand op de bank gewoon 8 uur lang gaat kijken. Nee, tussen de bedrijven door kun je ernaar luisteren. En de reden waarom het mij ook pakte, is omdat ik natuurlijk ook achter leugens heb moeten komen. Dus kun je nagaan dat je op een dating app iemand leert kennen. Je gaat heel snel met hem samenwonen. Je kent die persoon niet. Maar zij dacht bij zichzelf van, ja, weet je, ik ben al zo lang single.
Ik ben het helemaal zat. Het is nu mijn beurt. Ik wil trouwen. Ik wil nou gewoon een keer een man. Ik wil echt een, iemand hebben die voor me zorgt en die me beschermt en al die dingen. Dus dat, ze was het wachten zat. Kijk, ik daarentegen heb zoiets van, komt hij wel, komt hij niet. Maar je moet het niet forceren, weet je. Ik bedoel, mijn mentale gezondheid is veel belangrijker dan een partner, weet je. Het is leuk als het komt. Het is echt leuk als het komt. En als je gewoon iemand leert kennen die normaal kan nadenken, alles op een rijtje heeft. Gewoon dat alles gewoon een beetje normaal gaat. Ja, als dat zou kunnen. Graag. Maar en als het niet kan, kan het niet. Nou, dan niet. Weet je, dus aan de ene kant snap ik haar wel. Want natuurlijk, hè, elke vrouw, niet elke vrouw, maar sommige vrouwen hebben een kinderwens. Die willen gewoon huisje, boompje, beestje. Ja, die willen gewoon het totaalpakket hebben. Maar goed, door schade en schande is zij wijzer geworden. Ja, zij is er ook achter gekomen dat alle telefoongesprekken die hij elke ochtend voerde met zijn zogenaamde broers en zusters, en dat hij dan ging zeggen van, hé, je krijgt een groeten. Het was allemaal nep. Hij had niemand aan de andere kant van de telefoon. En dat is gewoon het enge. Weet je, het is zo eng dat als je zo snel met iemand als het ware gaat samenwonen of gaat hokken of wat dan ook, je kent die persoon niet. En als het bijvoorbeeld over narcisme gaat of pathologische leugenaars, ja, die zitten echt veel op die dating sites. Weet je, daar zijn ze echt makkelijk te vinden. Het is gewoon voor, ja, een dating app of een dating site is voor dat soort gasten de perfecte plek om hun slachtoffers te vinden. Ik wil tegen jullie zeggen, ja, volg het. Kijk, als er mensen zijn van, ja, Nathalie, ik vind het echt flauwkul en dat ga ik allemaal niet volgen. Ja, weet je, ik bedoel, ik vind persoonlijk voor de moeders, voor de ouders die dochters hebben. Ja, sorry, maar ik vind echt dat je ernaar moet kijken. Want het woord narcisme komt steeds vaker voor. Je ziet het steeds meer op YouTube. Steeds meer mensen praten erover. Maar echt waar, ik wil het echt op jullie hart drukken om het toch er naar te kijken. En ik snap wel dat 8 uur te lang is om ervoor te gaan zitten. Ja, het is ook gewoon zonde van je tijd om 8 uur lang stil te zitten en naar haar verhaal te luisteren. Maar je kunt gewoon een koptelefoon opdoen. Net zoals je bijvoorbeeld, hè, onderweg naar je werk of in de file staat en naar een podcast luistert. Zo kun je ook luisteren. Want dan ben je toch bezig. Niks blijft stilstaan. Ik kan gewoon luisteren. Het is een zeer, zeer, zeer interessant verhaal. Ja, van heel veel dingen die ze zeiden stond ik eigenlijk niet van te kijken. Maar aan de andere kant is het wel gewoon extreem. En dit soort extreme dingen bestaan. Narcisme bestaat. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En je moet precies weten hoe je met dat soort mensen moet omgaan. En ik vind het natuurlijk lastig, want je wilt natuurlijk, hè, voor je kinderen wil je alles zo. Je wilt ze natuurlijk kind laten zijn. Je wilt ze zelf de bepaalde dingen laten meemaken. Maar ik heb zoiets van, nee, ik moet bepaalde dingen gewoon vertellen hoe het leven in elkaar zit. Dat moet je gewoon wel met je kinderen bespreken. Van, luister, je hebt dit soort mannen, je hebt dat soort mannen. Je hebt dit soort vrouwen, je hebt dat soort vrouwen. Want je hebt ook vrouwen die niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. Die heb je ook. Het zijn niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Dus ik vind het echt een heel interessant verhaal. Kijk, er zullen mensen zijn die het waarschijnlijk niet geloven. Maar het is wel belangrijk om te weten dat er meerdere vrouwen zijn opgestaan die een relatie met hem hebben gehad. En die hebben gewoon gezegd, deze vrouw spreekt de waarheid, want wij zijn ook slachtoffer geweest van zijn acties. Het is voor haar een leermoment geweest, is helemaal viral gegaan op TikTok. Zij heeft gewoon de ballen gehad om haar verhaal te doen, zo gedetailleerd mogelijk, uitgebreid mogelijk. Ja, ze heeft een hele goede stem, heel erg rustgevend. Ze praat gewoon rustig. Door de manier waarop zij praat, weet zij elke kijker vast te houden. En dat is zo knap als je dat kan. Dus ik wil jullie ook, ja, zeggen van, kijken jullie naar Risa Tisa, Who the F Did I Marry? Ook al kijk je maar de helft, maakt niet uit, weet je. Ik denk persoonlijk dat dit de les is voor elke vrouw die op zoek is naar een partner. En dating apps en dating sites zijn daarvoor niet de oplossing, naar mijn mening. Ja, dus ik ben eigenlijk ook benieuwd naar de mensen die, want er zijn ongetwijfeld kijkers op mijn YouTube kanaal of mijn vaste kijkers die dit voorbij hebben zien komen op TikTok. Ik ben even benieuwd naar jullie mening, wat jullie ervan vinden. Geloven jullie haar verhaal? Laat het weten in de comments. Geloven jullie het niet? Laat het weten in de comments. Ik persoonlijk geloof haar verhaal wel. Zoiets verzin je niet. Dus ja, ik wil hierbij ook mijn girls chat afsluiten. Zijn er mensen die bepaalde topics
besproken willen hebben, zet het in de comments beneden. Schroom niet. Ik loop al een tijd mee, dus ik heb natuurlijk ook wel het een en ander al gezien en meegemaakt. Ik weet genoeg over narcisme. Hebben jullie onderwerpen die ik wil bespreken die iets hiermee te maken hebben? Leugenaars, relaties, whatever. Laat het weten in de comments. Want dan kan ik daar ook weer eventueel een girls chat van maken. Dus dat was mijn girls chat over mijn dating life en over het verhaal van Risa Tisa, Theresa Johnson, op TikTok, die helemaal viral is gegaan met Who the F Did I Marry? Ik hoop dat jullie dit een leuke girls chat vonden na zo'n lange tijd. Mochten jullie dit een leuke video vinden, vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij een volgende video. Thank you.